Are you ready for this? Yo, welkom bij een nieuwe Bonkers Extra. En Jesper, hoe warm was het de afgelopen dagen? Oh, bloed hè. Het zweet staat in mijn naad. Oftewel, zwaardes. Ja, je zegt wel zweten, je verliest heel veel vocht en dat vocht moet je bijtanken, dat is belangrijk. En het allerlekste, wanneer het heel heet is, is koud water. Oh, koud water. Ja, koud water. Maar het probleem is, als jij een fles water hebt gevuld, dat het water dan heel snel warm wordt en dus niet lekker is. Inderdaad. Ja. Ja. Dus hoe kan je dat nou voorkomen? Een fles in de vriezer leggen. Heel goed, maar als jij een fles in de vriezer legt en helemaal gevuld met water, dan heeft het er geen zin. Want dan kan je er niet uit drinken. Dat klopt. Dus daar hebben wij een ideetje op bedacht. Want we hebben hier een fles. Voordat jij naar school toe gaat of naar werk of waar dan ook, vul deze fles voordat je gaat slapen voor de helft met water. Dus dat het water tot hier komt. Ik denk dat ik hem al aan zie komen. Jawel, jawel. Zo handig hè, een keuken hiernaast. Dat weten de kijkers misschien niet. Maar nee, we hebben hiernaast voor de keuken. Onhandig. Super chill. Onhandig zelfs. Vervolgens heb je dus het water, heb je zo. En je legt deze fles dan ook op deze manier in de vriezer. Zo. Zo. Op deze manier. Ja. Deze manier. Oké. Okay. Even een tijdsprongetje maken. Want ik heb al een fles in de vriezer gelegd. Echt die Noah Seal? Het is ongelofelijk. Die jongen kan nadenken. Daar word je bang van. Daar word je bang van. Oh, dacht hij maar eens na. Ja, dacht hij maar eens na, ja. Is dit hem echt? Noah Seal van de Veelfabriek? Zo. Kijk, hier hebben we de fles die uit de vriezer is gekomen. Vervolgens stoppen er een beetje water bij. Oh, en dan blijft het water koud. Kijk nou. Kijk eens. Zo. En op deze manier blijft je water de hele dag koel. De hele dag. Doordat je ijs hebt. En aan de andere kant kan je gewoon lekker blijven zuipen. Hey, goud. Ja, goed lekker idee. Lekker man. Bedankt voor het kijken van deze Bonkers Extra Life Hack. Heb jij nog een tip nodig voor wat dan ook? Laat dan even weten in de reacties. En misschien hebben we daar wel een heel goed ideetje voor. En als je hier klikt, dan vind je een andere hele leuke lifehack die ook wat met dit te maken heeft. Zeker weten. Ja, zeker weten. Nou, nee, niet. Je hebt niet met dit te maken. Ik wil die ijsjes. Ik wil het zeggen, als we het dan hebben over mensen die hun hersenen niet gebruiken, dan heb je er hiernaast eentje. Namelijk Jesper Kleine, die helemaal vergeten is dat Jesper en ik het een proefje, het verschil of niet video hebben opgenomen. Het verschil tussen twee waterijsjes. Ja, weet je te raden? Check deze video dan hier. En anders zien we je gewoon bij een volgende Bonkers video. Later. Zo, ik zoek even. It's a prank, bro. It's a prank. Laat even een linkje achter in de video-beschrijving. Voor wat?